zijn. Is het nou eigenlijk ook gewoon voor hele luie fietsers? Nee, ja. Het ligt er aan wat je lui vindt. Je kan hard fietsen en zacht fietsen. Dus, ja, hij lacht erbij, maar... Ja, het is eigenlijk voor hele... Kijk, ik zal voor mezelf spreken. Ik kan niet zo hard fietsen. Maar om van mijn vriendjes van de triathlonvereniging toch te winnen, heb ik zo'n fiets. 220 fietsers verschenen vrijdagmorgen aan de start van de eerste race van het WK Lichtfietsen in Tilburg. Een tijdrit van 20 kilometer liep langs het Wilhelminakanaal en begon iets wat chaotisch bij de brug ter hoogte van de Petrusloosjesstraat. Aan het WK doen deelnemers uit 10 verschillende landen mee en de strijd vindt jaarlijks plaats. En één keer in de 14 jaar in Nederland. Dus het is een rolerend schema van een heleboel verschillende landen. Dus het is heel bijzonder dat we dat nu in Nederland mogen doen. En het is ook heel bijzonder om dat in Tilburg te mogen doen. Ik zit nu achterop de fiets bij een Duitse deelnemer. Hierachter staan de Italianen, we hebben hier de Engelsen staan. Ja, uit vrijwel ieder land in Europa komen wel deelnemers vandaan tot in Rusland aan toe. 3, 2, 1, go! Wat is zijn nummer? Ja, Brabantse fietsvaarder, maar goed. Is het niet goed? Nee. Nee, Friesland Brabant... is alles beter. Nee, ja, nee, nee. Och, die heb ik alleen gereden. Nee, maar ik ben nog niet heel erg onder de indruk van de klinkers hier op de Brabantse fietspaden. Nee, nee. Is het ook een ander slag volk dan de wielrenners? Ja, totaal anders. Ja. Ik zou zeggen, kijk rond. Het zijn nerds. Het zijn nerds. Nerds, zeker. Vaak wel. Ja. En hoe uitzicht dat? Hoe uitzicht dat? Ja, knutselen aan fietsen, knutselen aan eigen bouw. Ja, gewoon zelf je fiets verbouwen. Tijdens het evenement is er in Sportal Racehof een beurs die gratis toegankelijk is. De organisatie hoopt het lichtfietsen dit weekend een beetje te kunnen promoten. Zeg eens, hoe zit het met de EPO en de drugs en zo? Nou, zeker 1 of 2 Red Bull, dat mag toch wel. Maar... EPO? Nee. Aanzaken.